vind je ervan? Dat is super vet natuurlijk. Wij hebben net maar liefst 6 ontwerpen gekregen voor ons toekomstige tiny house. En nu moeten we daarover beslissen. Welke spreekt me het meest aan? Gut feeling. Gut feeling. Maar het eerste ontwerp vind ik het allerleukst. Maar dat heeft te maken met die verschillende hoogtes. En dat ik denk, oh ja, maar dat is echt tof. En dan heb je kamertjes en ruimtetjes. En dan krijg je daarna nog meer opties. En denk je, ja, dat kan ook allemaal. Maar het eerste ontwerp, ja, het zal wel iets van het eerste ontwerp worden, denk ik.